onze complexe en dynamische samenleving is meer en meer afstemming nodig. Studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde van Avans Hogeschool weten de regie te pakken om tot duurzame oplossingen te komen voor veiligheidsvraagstukken. Ze zijn kritisch en ondernemend en ze hebben een brede kijk op de wereld en weten betrokken partijen met elkaar te verbinden en tot actie over te gaan. Ze leren vanuit de praktijk, waardoor ze precies weten voor welke uitdagingen ze staan. Samen met hun brede kennis van allerlei facetten zijn ze meteen van meerwaarde. De integraal veiligheidskundigen van Avans zijn zeker ook van meerwaarde voor jou. Veel studenten komen terecht in de logistiek, binnen het vakgebied waarin jij ook werkzaam bent. Maar lang niet iedereen weet wat een integraal veiligheidskundige nou eigenlijk doet. En heeft er zo zijn eigen gedachten over. We gaan kijken. Wat heb je aan iemand die breed is opgeleid? Je kan beter een specialist hebben. Dat is wat veel mensen denken. Maar Bodhi ervaart dat de brede kennis van een integraal veiligheidskundige juist heel goed is. Logistiek is verbinden, waarbij je als integraal veiligheidskundige niet alleen je eigen kennis en kunde kunt inzetten, maar dat jij zelf ook de juiste partners weet te vinden. Op deze manier gaat veiligheid leven binnen de verschillende onderdelen van de organisatie. Met als doel het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en het bijdragen aan het commerciële succes van de organisatie. Zo zie je, een IVK'er is door zijn brede kijk echt van meerwaarde. Binnen het vakgebied van veiligheidskunde zijn er veel certificeringen. Waarom zou je kiezen voor een IVK'er en niet voor iemand met bijvoorbeeld een HVK of MVK certificering? Binnen de opleiding wordt er een breed spectrum aangeboden van beroepsvaardigheden. Hierbij kun je denken aan presenteren. Of je het nou leuk vindt of niet, je bent eigenlijk de hele dag aan het presenteren in verschillende situaties. Jezelf daar bewust van zijn is de eerste stap. De tweede stap is nadenken over hoe ik mezelf in die verschillende situaties ga neerzetten. Bij de derde stap ga je die gedachten omzetten in gedrag. Bijvoorbeeld het presenteren van een procesverbetering. Of je service aanbieden aan bijvoorbeeld collega's en of partners. Ondersteunen en adviseren. Kijk, Bodhi weet partijen met elkaar te verbinden en hij staat sterk in zijn schoenen. Vanuit het werkveld horen we vaak terug dat de IVK'er van Avans beschikt over de nodige managementvaardigheden en zaken goed kan overzien. Ook verbindt hij partijen met elkaar en heeft oog voor de relatie en verhoudingen. Maar er gaat ook vaak aandacht naar de kwaliteit van een IVK'er. En hier komen wel eens wat vraagtekens bij kijken, want wat is nou de kwaliteit? Wat kan je verwachten van een IVK'er van Avans Hogeschool? Kwaliteit staat voor mij gelijk aan persoonlijke groei. Dit is iets wat ik elke dag probeer na te streven. Op deze manier ben ik niet alleen van waarde voor mijzelf, maar ook voor DHL. De opleiding heeft me meegegeven dat je nooit bent uitgeleerd en dat je van waarde kan blijven zijn door je te blijven verdiepen in je werkomgeving, maar ook vooral in jezelf. Je ziet het in de praktijk terug. Ook Bodhi verrast in zijn werk door zijn veelzijdigheid. Speciaal door zijn brede kijk en vaardigheden. Wil je meer weten over wat een integraal veiligheidskundige voor jouw organisatie kan betekenen? Klik hier.